Wij zijn niet ontevreden over het mobiliteitsplan in zijn geheel. We tekenen een aantal amendementen mee, zoals eerder genoemd. Die hoef ik niet opnieuw op te noemen. En ik zal nu een toelichting geven op de motie die wij gaan indienen. Keuzes hebben gevolgen, dus weet wat u kiest. En deze motie heeft betrekking op beleidskeuzes omtrent de emissievrije zone. Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke waarden voor mens en omgeving. En naar mijn mening zou het de norm moeten zijn dat iedereen gezond en veilig is. Maar welke waarden wij in het leven aanhangen, blijft een persoonlijk element. Die norm kan ik een ander niet opleggen. Wanneer we waarden en persoonlijke doelen door elkaar gaan halen, kunnen we wel eens in een lastig pakket terechtkomen. Laat me dat illustreren aan de hand van een voorbeeld. In januari 1990 werd het verplicht om achterin een autogordel te dragen. Dit werd gestimuleerd door een aantal automerken die veiligheid hoog in het vaandel hadden. Het concept veiligheid werd zo goed verkocht dat dit wettelijk bekrachtigd werd en er boetes op staan wanneer de veiligheidsgordel niet wordt gedragen. Een van de belangrijkste stoffen die ervoor zorgen dat de veiligheidsgordel werkt, keer op keer, is het welbekende PFAS. Om ervoor te zorgen dat de gordel zijn werk doet, de eerste keer net zo goed als de 500ste keer en de 1000ste keer, is er PFAS nodig. Er is geen ander product wat deze veiligheid garandeert. Dat is al onderzocht. En voorzitter, nu lees ik het weer. Om CO2 in de stad terug te dringen, gaat Dordrecht een emissievrije zone instellen en het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Op bladzijde 81 van het mobiliteitsplan kunnen we lezen dat het college niet alleen elektrificatie stimuleert van privévoertuigen, maar ook openbaar en deelvervoer. En in de beantwoording van de artikel 40-vraag van 10 oktober 2023 over de levering van grondstoffen door Gemoers bevestigt het college dat men ermee bekend is dat chemische stoffen die daar vervaardigd worden nodig zijn voor de productie van onder andere batterijen voor elektrische voertuigen. In de beantwoording vinden zij het alleen de verantwoordelijkheid van het chemische bedrijf om schoon te produceren. Voorzitter, ligt er echt geen verantwoordelijkheid bij de gebruiker die de vraag stelt en de overheid die beleid voert? Om er zeker van te zijn dat onze keuzes en ons beleid niet alleen berusten op een deel van de waarheid, we willen een schoner milieu, zou ik heel graag een onderzoek willen laten instellen. En alle informatie die we tot ons kunnen laten komen, zouden dan via zo'n onderzoek naar voren kunnen komen. En vandaar onze motie, keuzes hebben gevolgen, dus weet wat u kiest. Dank u wel, voorzitter. En motie 9. Ik snap dat er allerlei standpunten kunnen zijn over de behoefte aan elektrisch rijden en of dat nou echt iets een goed idee is. Ik snap ook dat we allerlei dingen vinden van PFAS. Ik voel zelf vanuit de mobiliteitsopgave die ik heb niet de behoefte om een onderzoek te doen dat de mogelijke connectie daartussen, verduidelijkt. Dus in die zin zou ik hem willen ontraden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. De wethouder geeft aan bij motie M9 om hem te ontraden, omdat hij het geen goed idee vindt. En ik zou graag willen weten waarom hij dat niet een goed idee vindt, wat de reden is voor het ontraden en om het niet te doen. Gezien de gevolgen, zijn we als bestuur van de stad ook niet verantwoordelijk voor bepaalde beleidskeuzes die we maken voor de gevolgen van de gezondheid. De keuzes die wij maken als inwoner, als consument en ook als politicus, juist als politicus in die rol, hebben allemaal gevolgen voor ofwel, noem maar op, alle doelen die we willen nastreven. Ik snap de connectie die u wil leggen tussen CO2, waar we dus ook, tussen zero-emissie, waar we ook geen concreet voorstel voor hebben nu, in de visie. We zeggen wel, dit kan een onderwerp zijn wat de komende jaren verder ontwikkeld wordt, waar dan misschien wel voorstellen uitvolgen. Nu doen we dat niet. Ik snap dat u de relatie legt tussen zero-emissie, wat op zich een positief iets zou kunnen zijn, en meer elektrisch rijden, wat allerlei negatieve effecten heeft, die snap ik. Maar in het kader van de mobiliteitsvisie die het college hier aan u voorlegt, vind ik hem niet zo. Daar raakt hij niet zo aan. Dus van dat perspectief uit, en gezien de enorme inspanning die dit zal vergen om zo'n onderzoek te doen, zou ik hem willen ontraden. Mevrouw Pichel. Het enige is dat in het stuk staat op pagina 81, met name het stimuleren van meer elektrische auto's. En daar, ook in de motie staat daar de link met name, omdat dat natuurlijk weer te maken heeft met bepaalde producties en grondstoffen en de grondstoffen die daarvoor nodig zijn en die daarbij gebruikt worden, waaronder PFAS.
En daar het gevolg van hebben. En natuurlijk is er een link, niet enerzijds CO2 omlaag brengen in de binnenstad, terwijl we anderzijds ergens een PFAS-uitstoot omhoog brengen aan de andere kant. Goed, korte reactie nog van de wethouder, dan ronden we af. Ik snap de connectie die u legt. Ik heb hier niks nieuws aan toe te voegen. En ik vind hem vanuit vaststelling van het plan wat wij voor de stad maken, vind ik hem, daar raakt hij minder aan. Mevrouw Pichel namens Forum. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk logisch dat ook met de opzet van de eerste termijn dat er weinig mogelijkheid was om een reflectie te geven op onze motie keuzes hebben gevolgen. Maar ik moet toch wel even aangeven dat ik een beetje schrok van de reactie van de wethouder, dat hij dus niet zozeer zijn verantwoordelijkheid vindt om de effecten van bepaalde beleidskeuzes te meten, terwijl er wel zeker een verband zichtbaar is. En ik ben eigenlijk ook gewoon even benieuwd hoe de Raad als hoogste bestuursorgaan van de stad toch reflecteert op deze motie. Ik kan het natuurlijk ook gaan zien in een stemming of eventueel een stemverklaring, maar ik dacht ik leg hem toch even neer in de tweede termijn als iemand daarop zou willen reageren. Dan krijgen we de laatste motie. Keuzes hebben gevolgen, dus weet wat u kiest. Wie wil een stemverklaring daarover? Wij denken dat Forum hier de vinger op de zere plek legt, althans een terecht punt aan snijdt, dat waar je meer elektrisch vervoer vraagt, dat ook betekent, omdat dat nu eenmaal in die auto's zit, dat ook een toename van PFAS is. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar het is ook niet nodig om daar een onderzoek naar te doen, want in feite is dat al bekend. Dus daarom zullen wij deze motie niet steunen, maar wel begrip voor het punt wat mevrouw Pichel maakt. Ja, helaas hebben wij daar iets minder begrip voor. Wij zien dat directe verband niet zo tussen het invoeren van milieuzones en een toename in de uitstoot van PFAS. Want mensen hoeven niet per se een elektrische auto te kopen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook met de fiets komen of met andere alternatieve vervoersmiddelen. Dus wij zullen tegen de motie stemmen. Wij tegenovergestelde van wat de heer Kuhlman aangeeft. Wij zullen voor deze motie stemmen. Ja, dank voorzitter. We sluiten ons aan bij de VVD. Dan hebben we de verklaringen gehad. Kunt u stemmen? Verworpen.